Ja, met een misschien hoorbaar draaiende koelkast op de achtergrond. Een unboxing filmpje van de USDR. Ja, hoe breng je nou in beeld hoe groot of hoe klein zo'n apparaat is? Want het eerste dat me opviel bij het uitpakken, dat was hoe geweldig klein dat het apparaatje is. Ik moet er eerst nog wat over vertellen, want ja, het is een ontwerp van een amateur. Dat door een andere amateur is uitgebreid naar, van CW alleen naar SSP. En er is al wat kritiek op dat de Chinese makers dit nu voor heel weinig geld op de markt brengen. Ik geloof zelfs dat dit apparaatje een stuk goedkoper is dan het bouwpakket van de originele ontwerper. Ja, it's a fact of life dat dat gebeurt. Ik had geen zin om hem te bouwen, dat om te beginnen niet. Ik ken enkele mensen die deze uitvoering hebben die daar tevreden over zijn. Dus dat is natuurlijk wel een goed teken. Het is natuurlijk wel een gok. Het apparaatje kost net meer dan 125 euro via bekende site AliExpress. En er zijn best wel wat reviews over op internet. En ja, de vraag is van hoe breng je in beeld de eerste feature van het apparaat die mij te binnen schoot toen ik hem zag. Namelijk hoe ontzettend klein is dat ding wel niet. Want het is echt, het is een pieterpeuterig apparaatje. En dat blijkt dus niet uit de video's die ik gezien heb. Kijk, dit is een microfoon met ingebouwde speaker. Die is echt klein, hè. Een unboxing filmpje kan het niet worden, want hij wordt geleverd in bubble wrap. Niet in een doos. Dit is het apparaatje. Dit is echt heel klein. Ik zal het even achter de camera hebben. Oh, zo breng ik hem in beeld. Ik was even buiten beeld. Kijk. Dan heb ik wel grote handen. Maar dit is het hele transceivertje. Ter vergelijking, dit is dus een creditcard. Dat is een oud HCC-pasje wat ik van heel lang geleden nog heb. Zit hij nu vlak voor het frontje, hè? Kijk. Zo klein is het apparaat. Ik zal er nog even een portefeuille bij pakken. Het is een UV9R van Baofeng. Zo zit hij op dezelfde afstand. Het apparaatje is echt heel klein. Hier achterop antenneaansluiting, voeringsaansluiting. KJ, ik neem aan dat het de sleutel. Nee, ik weet niet wat KJ is. Dit is. Het zal de microfoonaansluiting zijn. Hoewel. Nee, dit is microfoon en zijn sleutel. Dit is PTT out, voor een eindtrap bijvoorbeeld. En het is tevens CAT. En wat HP is, weet ik ook niet. Dat zal ik moeten lezen. Er zat geen echte gebruiksaanwijzing bij. Ik weet niet of ze dat vergeten zijn, maar ik neem aan dat het ook wel op internet te vinden is. Het apparaatje is heel klein dus. Onderkant is zonder ribbels. Bovenkant met ribbels. Het ziet er behoorlijk stevig en solide uit. Ik wil een portabel gebruiken, dus moet ook wel goed zijn wat dat betreft. De bediening die gebeurt met deze drie knoppen. Menu, exit en een draaiknop met tikjes. Nou, in de loop van het weekend ga ik hem proberen. Ik ben zeer nieuwsgierig. Ik ben echt onder de indruk van het apparaat. Hij is zo'n stuk kleiner dan de Xiegu, die ik toch ook wel heel klein vind. Ik ben echt een fan van de Xiegu. Ik heb ongeveer 2 jaar geleden die Xiegu gekocht. Dat was volgens mij in december. En ik heb behoorlijk wat van dit soort kleine apparaatjes. De meeste die zijn alleen voor CW, de meeste die zijn alleen voor één band. Dus heel eenvoudig. Ik ben onder de indruk van de ontvanger van de Xiegu, die best wel goed is. Hij is niet zo goed als de FT817, maar ten opzichte van andere apparaten in dezelfde prijsklasse is die met kop en schouder steekt hij er bovenuit. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe deze is. Ik zit hier in een moeilijke omgeving qua HF, want ik heb hier thuis een 10 meter baken staan. Ik heb één keer op de Xiegu het 10 meter baken gehoord op een frequentie waar die niet thuis horen. En dan moet je bedenken dat ik op een oscilloscoop met de probus kort gesloten heb ik normaal gesproken 20 millivolt signaal, 20 millivolt signaal staan met de probus kort gesloten. Ik kan geen plek in huis vinden waar dat minder is. Dat baken dat is zo sterk, want ik zit natuurlijk nog in het near field op 10 meter. Hè? Het baken staat 28302 en het is maar 300 milliwatt, maar je zit binnen het near field en dat geeft echt een enorme hoeveelheid veldsterkte. Dus ja, dat een ontvanger daar
geen problemen maakt, dat zegt veel. Maar ja, die Xego is gewoon goed wat dat betreft. Het is gewoon echt een ordentelijk apparaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze is. Ik denk dat deze ongeveer wel op dezelfde manier werkt. Het ontwerp is van een zendamateur. Dus dat is ook wel in orde. Hij is te koop onder zowel de naam USDR als USDX. Volgens mij is het gewoon hetzelfde apparaat. Het plaatje van de advertentie waar ik deze kocht, daar stond USDR op. En volgens mij is de USDX de naam die de Duitse maker van het SSB gebeuren eraan geeft. Ik hoorde trouwens van PR3 Fox Kilo Mike dat de software ongelooflijk efficiënt in elkaar blijkt te zitten. Dat het toch een wonder is dat met dergelijke eenvoudige middelen, volgens mij zit er een Arduino in, dat het gelukt is om zoiets uitgebreid te maken. Nou ja, echt, ja, vol verwachting klopt mijn hart. Het klopt ook vanwege het jaargetijde. Nou, we zullen het zien.